De actie van de Centrale van Landsdienarenorganisatie, CLO, heeft vandaag een andere wending gekregen. Nadat inheemse activisten van de organisatie van inheemse dorpen in Para en Komowijnen, OSIP, samen met de CLO-voorzitter hebben geprotesteerd op het SIFA-plein, heeft deze groep een petitie ingediend bij de leiding van de Nationale Assemblée. Tot de groep inheemse behoorden ook personen die tijdens de residentieviering waren aangepakt door de politie. Voorzitter Marinus B. nam het verzoekschrift in ontvangst. Ik kan niet namens het parlement hier praten op zo'n manier zoals je verwacht, maar dat de leden zich zullen uitspreken en dan een gezamenlijke standpunt in. Trouwens, onze meningen liggen niet ver van elkaar. Ja? Goed, maar het enige wat we vragen, laten we elkaar met respect bejegenen, ja, zodat wanneer we strijd voeren, ja, wederzijds. En dat we op de juiste manier met elkaar als Sranama, Oman en Gebrada met elkaar kunnen omgaan. Ja. En ik wil van u weten, ja. Gaat u de mishandeling behandelen in de assemblee? Gaat u hierover praten met de DNA-leden? Of dus, gaat u dit op een soort van lange baan schuiven? Nee, we schuiven hier niks op lange baan. Het gaat gedeeld worden. Het gaat gedeeld worden en leden kunnen nemen de vrijheid om dat op te pakken. Volgens B is er geen ultimatum gesteld voor de behandeling van de petitie. Een van de OSIP-activisten stelde dat er veel zaken misgaan in de inheemse dorpen en dat de mensen te veel is geworden. Vorig jaar hier geweest om een petitie in te dienen met ultimatum. En de organisaties die de petitie hebben ingediend zijn nooit in contact. Integendeel zien we dat andere organisaties zijn in contact. En nog steeds zijn we een jaar verder. Uw woorden waren dat u dit zou aanpakken omdat het tijd vergde. En ik zei u nog, ik heb wetten dit het land zien gaan binnen 1x24 uur, waar u ook bij zat. Dus ik hoop dat dit echt nu serieus wordt genomen. We hopen het. En we gaan op uw woord. Zeker dat we de vrijheid hebben, ja, om ons land nu te beschermen. Want er gebeurt heel veel meer dat wij moeten gaan weten, dat wij als Surinamers verder moeten gaan. En dit land voor Surinamers eerst. DNA-voorzitter zegt het eens te zijn met het commentaar van de activisten. Hij merkt op dat er gewerkt zal worden aan de behandeling van de petitie.